wij kunnen natuurlijk nooit 100.000 mensen tegelijkertijd in de horecagelegenheden allemaal onderbrengen in de Oldenzaal. Dat gaat niet lukken. Aan de andere kant is het zo dat hier op de markt waar we hier staan, wordt een grote tent neergezet door de gezamenlijke horecaondernemers. Waar ook mensen terecht kunnen. Ja, daar kunnen vrij veel mensen in. En dan in de verschillende cafés en er staan portiers voor de deur. Door de drukte ging het in Albergen afgelopen weekend bijna mis. Iets soortgelijks gebeurde vorig jaar ook in Oldenzaal. We hebben vorig jaar hier in Oldenzaal een situatie meegemaakt. Waarbij voor Rauhorst, een groot café waar carnaval wordt gevierd, het ook behoorlijk druk is geweest. En toen is op een gegeven moment de brede politie is toen ingezet om de mensen gewoon wat te verspreiden. Is ook al gelukt. En naar aanleiding daarvan zijn we dit jaar natuurlijk daarop voorbereid. En is er ook overleg geweest tussen politie, gemeente en ook het café. Om ervoor te zorgen dat er hekken zodanig worden neergezet dat de mensen niet in één grote massa in een soort trechter terechtkomen, maar dat het een soort slurf wordt. Hè? Zo'n slinger die je ook bijvoorbeeld bij de Efteling ziet. De horeca moet ondertussen aan steeds strengere eisen voldoen om aan een vergunning te komen tijdens carnaval. Het is allemaal wel iets pittiger geworden. De aanvragen, de ontruimingsplannen, de veiligheidsplannen worden steeds uitgebreider. Je moet genoeg mensen hebben die BHV hebben, genoeg portiers aan de deur. Een veiligheidsplan goed doornemen met z'n allen. Het is allemaal aangescherpt. Nou, ik voel me soms meer politieagent in mijn eigen zaak dan dat ik horecaondernemer ben. Omdat ik alles zo in de gaten moet houden. En met het rookbeleid en met het drankbeleid. En ja, dat krijg je er gewoon bij. Is dat nog wel leuk? Ik vond het 10 jaar geleden wel iets leuker. Daar ben ik wel heel eerlijk in.